De Bruine Vloot is weer in de stad. En zaterdag en zondag zijn die schepen te bekijken. En daarom ga ik mij vandaag maar eens even verdiepen in een paar oude Groninger schepen. In 1980 was de Bruine Vloot voor het eerst in Groningen. En ter gelegenheid daarvan werd dit boekje gemaakt, Groningen Ahoy. En deze koftjalk, de voorwaarts voorwaarts, was erbij, toen ook al. Helaas, er is niemand. Maar gelukkig staat er in het boekje iets over de geschiedenis van deze voorwaarts voorwaarts. Er staat dat hij in 1899 te water werd gelaten op de werf van de gebroeders J. en G. Verstokt in Martenshoek. En het schip werd gebouwd voor de Groninger schipper Puister. Ja, tegenwoordig is het van de stichting Voorwaarts Voorwaarts en het wordt onder andere gebruikt ter promotie van de provincie Groningen. Ik denk dat dit ook wel eens een Groninger schip zou kunnen zijn. Ik hoop dat er iemand is. Hoi! Is dit een Groninger schip? Jazeker, dit is een origineel Groninger schip, gebouwd in 1892 te Martenshoek bij de gebroeders Verstokt voor de heer Geert Salomons. Die heeft er een jaar of 20 mee gevaren. Later is het schip doorverkocht naar Denemarken vanaf zeg maar eind jaren 30 en daar heeft het altijd rondgevaren totdat de huidige eigenaar het weer aantrof in Kopenhagen. Dat was eind jaren 70. Die heeft het schip hierheen gehaald en weer gerestaureerd zoals het er nu uitziet. En sindsdien varen we dan met betalende passagiers in de chartervaart. Nou, hey, hartstikke bedankt ja, en succes. Ja, veel succes met het programma. Maar dit schip is dus ook gebouwd door Verstokt, net als de voorwaarts voorwaarts. Lijkt me een goede reden om eens eventjes me te gaan verdiepen in die werf. Ik ben hier in het Scheepvaartmuseum en hier hebben ze een kast met gegevens over alle Groninger werven. En daar ga ik even zoeken naar Verstokt. Scheepswerven. Bodewus, Botje Ensing. Het is alfabetisch. Verstokt. Mooie foto. Martenshoek, gebroeders J. en G. Verstokt. Nou, dat is een foto zo uit 1904. Met schepen duidelijk gebouwd door die gebroeders. En dit is het dossier van de werf. En daar blijkt dat het begonnen is met Jacobus Franciscus Verstokt.
geboren in Oude Pekela, een smid. En die is gehuwd met Hendrika Bodelus, dochter van scheepsbouwer Geert Joosten Bodelus. Dus verstokt was een smid. Jacobus Verstokt had zijn smederij midden tussen de scheepsbouwers, waaronder enkele broers van zijn vrouw. Toen ook zijn zoon Geert interesse had in de scheepsbouw, waagde Jacobus zich er ook aan en bouwde in 1877 zijn eerste schip. Geert en zijn oudere broer Johannes die zetten het bedrijf voort. In 1884 kwam de smederij aan Johannes en de scheepswerf aan Geert, zo was het officieel. En ze bouwden aanvankelijk houten schepen, zoals bijvoorbeeld deze. Deze is gebouwd door Wilkens, dus niet door Verstokt, maar het gebeurde wel in Martenshoek. Het aardige is dat in die lijst hier van het Scheepvaartmuseum alle schepen staan die wel door de gebroeders Verstokt zijn gebouwd. Dus de onderneming en de voorwaarts die moeten in die lijst voorkomen, als het goed is. Ja, mei 1892 is de onderneming te water gelaten. En hier, de voorwaarts, december 1898. Dus geen 1899. Wow. Scheelt niet veel. Dit is een model van een koftjalk. En nou is het grappige dat de huidige eigenaar van de onderneming dit model heeft gebruikt voor het tuigen, het restaureren van de onderneming. Nou, waar ik nou erg benieuwd naar ben, is of die werf Verstokt in Martenshoek er eigenlijk nog is. Verstokt, hier is het, in Martenshoek, nu onderdeel van Hoge Zand. Het ziet er allemaal een beetje vervallen uit, maar daar is nog bedrijvigheid. Goeiedag. Hoi. Worden hier onderdelen van schepen gebouwd? Ja, secties, hè? Ja, ja. Voor de werf hiernaast. Oh, dus dan als dit klaar is, dan gaat het naar hiernaast? Ja, naar hiernaast. Het wordt daar wordt op elkaar gezet. Verder en dan... als het allemaal in de werf zit, dan gaat het naar buiten. En dit is Bodewes, zag ik? Bodewes Verstokt. Ja, oké. Okay. Mogen we even achterkijken? Ja. Ja? Oké, okay, bedankt. De gebroeders Verstokt bouwden hier tot 1916 schepen. En toen verkochten ze de werf aan Bodewes. Want ze hadden geen opvolgers. Johannes was vrijgezel en Geert had alleen dochters. Het ziet er nou vervallen uit. Maar binnen hangt een foto uit de tijd dat het hier nog volop in bedrijf was. Ja, mooie foto uit, nou, als ik naar de auto's kijk, jaren 50. En hierachter, dat is de werf Verstokt. Dit is de werf Jachtwijk.
Hier nog een werf, allemaal van Bodewes. Enorme bedrijvigheid in die tijd. De werf verstokt licht aan de nu doodlopende tak van het oude Winschoterdiep. En tegenover de werf, daar is de Rooms-Katholieke Kerk. En verstokt en Bodewes en al die mensen van die scheepswerven waren katholiek. Hier, Bodewes. Nog één. Bodewes. En nu nog een verstokt. Ja, hier. Gerardus Josephus Verstokt. 1856 geboren in Martenshoek. 1945 overleden. Dit is de scheepsbouwer. Hij is dood. Maar zijn schepen zijn er gelukkig nog. Vier jaar geleden waren er voor het laatst open dagen van de Bruine Vloot. En dit weekend dus weer. En dat is alvast een voorproefje van het grote maritieme gebeuren volgend jaar zomer. Groningen Welvaart. En ook daar zullen vast, net als dit weekend, schepen van verstokt zijn.